Dat eigenlijk die muur die staat daar al een tiental jaren, met dat je ja, niet veel verder dan de muur kunt zien, hebben we ons nooit geen vraag gesteld, maar eigenlijk werd daar nog niks gebouwd en zijn ze maar onlangs daar beginnen bouwen. Dus daarmee, je ziet daar nu regelmatig bouwkamions in en uitrijden en ze zijn aan het beginnen. Maar hier staat eigenlijk nog niks. Verder zie je dan wel soms de paleizen boven de muur uitsteken. Ziet je, hier is het dikwijls nu open. Volgende ziet je wel het paleis, dan komt gaan de lichten. Daar heb je nog een braakliggend stuk land, maar daar kan niks komen totdat de koninklijke familie van Dubai beslist van kijk, die mag iets bouwen. Hier rechts ziet je dan ook veel bouwwerken aan op de straat. Hier wordt een, en je ziet ook op die rode en witte stenen, ziet je B6. B6 is dat groot Belgisch bouwbedrijf. Die zijn hier enorm gevestigd en de meeste grote projecten worden door hen gebouwd. Dit is een tramproject, dus je hebt de metro die parallel loopt met de highway, met de autosnelweg waar we daar straks op reden, komende van het hotel. Dus daar langs, parallel daar langs, zie je de metro lopen, maar dat is één lijn die langs die baan loopt. Dus als je tot hier moet komen, is dat al een stukje lopen. En ik kan u verzekeren in de zomer, want sommigen denken dat het nu al warm is, maar we zijn vandaag begin van de 30 momenteel. Ik hoorde vandaag op de radio dat het tot 38 zou komen vandaag. Maar in ieder geval, in de zomer is het 50, 55 graden, dus nog een heel stuk warmer dan nu en heel, heel vochtig. Dus als je kunt, loop je geen 200 meter te voet. Dus daarmee zeker geen kilometer of 2 kilometer van de metro tot aan het strand. Dus hier gaat dan een lijn van een tram lopen, die hier dan tussen de strand, de kustlijn, met de metro gaat verbinden. En dat zijn een deel van die werken die je daar zag, waar dat wij net langs gereden zijn. Dit zijn dan een paar van de nieuwere paleizen waar dat we net langs rijden. Zelfs aan de rechterkant zie je grote muren, dat zijn dus ook paleizen. Die dan niet recht aan het strand zijn, maar dus ook wel nog grote domeinen zijn. Hier heb je hetgeen dat gekend is als de Black Palace.